En een watervalletje. Geen stenen torretjes bouwen. We hebben de camper onder deze brug geparkeerd. Pauze, even lunchpauze. Want? Want straks gaan we Noorwegen in. Om 2 uur mogen we pas bij de grens komen. Vanwege de hondjes. En het pilletje tegen de ontworming. Ja, die hebben ze gisteren om 2 uur gekregen. Dus mogen we vandaag om 2 uur op zijn vroegste grens over. Ja. Dus. Ze gaan het vast niet controleren, maar toch maar. En wat eet je dan? Weer zo'n heerlijke krikker. En deze keer met chocoladepasta. En pindakaas en kaas. Is nog uit Nederland. La Vida, vegan chocoladepasta. En ik heb een polar cracker met appelstroop. Kaneel polar cracker met appelstroop. En de koffie natuurlijk. Kijk eens, lieverd. Lekker. Dankjewel. Ik zal even laten zien hoe de dierenarts dat... Even plaatsmaken. Dan moet ik maar eventjes... Kijk, zo heeft ze dat gisteren ingevuld. Het middel, de datum en de tijd. En dan een stempeltje met, karabbel. Stelt ook niks voor ook, maar goed. Je hebt het nodig. Thank you.
avondwandelingetje. We blijven slapen daar op de parkeerplaats van de Arctic Circle Center. En we gaan even aan de andere kant van de weg kijken, want we hebben gezien dat er een tunneltje is. Kom maar, Sansa. En een watervalletje. En een watervalletje. En heel veel sneeuw. Maar daar komen we denk ik niet. God, Sansa. Putsekind. Het is 9:30 in de avond. De zon is nog niet onder. Wel al achter de bergen. Het is zo'n mooi apart licht. Ik weet niet of die het wil pakken hoor. Een beetje rozige gloed geeft het. Goedemorgen. Het is zondagochtend. En we hebben prima geslapen op de Poolcirkel. Of aan de Poolcirkel in Noorwegen. Daar zie je dat. Mooie gebouw staan. We waren niet de enige natuurlijk. Wat ik nogal opmerkelijk vond was, je mag hier geen stenen torentjes bouwen. Er staan een aantal verbodsborden. Ik kan me dat van vorige jaren niet herinneren, maar misschien stonden ze er ook wel hoor. Grappig hè? Er is wel een plek. Er is wel een plek bij het gebouw, naast het gebouw. Is een heuveltje en daar worden wel heel veel torentjes gebouwd en namen geschreven, maar verder moet je de natuur hier met rust laten. We gaan zo weer verder rijden naar Saltstraumen in de buurt van Bodø. Daar zijn we nog nooit geweest, dus ik ben benieuwd. Zo, dit is het monument en hierachter is die heuvel met die steentjes waar ik het net over had. Daar gaan we zo nog even kijken. Hier mag je torentjes bouwen. We hebben de camper onder deze brug geparkeerd en die Saltstraumen die moeten dan hier tussen dat eilandje en dit land zijn, dus hier ergens. Dus daar gaan we zo eens eventjes heen lopen. Maar die brug ook joh, waanzinnig. Zo hoog. Dat kunnen ze wel hoor, in Noorwegen. Dit is de Saltstraumen in de buurt van Bodø. Het water stroomt met een grote kracht, de fjord in. Het is relatief smal ten opzichte van de fjord, dus ja, het heeft een hoop kracht. Terrein waar je ook mag overnachten. Vlak bij Bodø.
Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.